Nice, 20 HP eraf. Was dat zo nice? Oh my god. Die gouden shot die is zo sterk, hé. Yo, de mensen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video in mijn kanaal GamesRoo, jongens. En vandaag zijn we natuurlijk weer aanwezig met een gloednieuwe Fortnite video. En we gaan lekker natuurlijk solos doen en we gaan nice naar Retro natuurlijk. Ik weet niet, ik vind deze stad nog steeds gewoon super chill. De zombies zijn wel redelijk irritant, maar ja, ondanks dat, de stad is gewoon super chill om te landen, vind ik persoonlijk. Hoe het eruit ziet, waar de loot ligt. Ik weet niet, man, het is gewoon echt the city to go. Ik zie wel trouwens dat er één guy naast mij landt, of... Ja, er zijn niet meer mensen. Nee, fuck. Oké, dat is wel jammer. Oké, chill, dan moeten we het hier maar mee doen. Ik heb in ieder geval een groene tag, dus daar ben ik wel zeker blij mee. Oeh, grappler, nice. Ik hoor ergens een... Oh my god, goud. Een scar, alsjeblieft. Ik ga voor de gouden tag. Kutzooi, man. Ah, als daar nou een scar in lag, dan was dat heel erg chill geweest. Ik wil dit even switchen, mag dat? Dank u wel. Hier geen kist, jammer weer. Verdorie, jongens. We moeten het hier maar mee doen. Yo, wat een goede loot. Oké, we hebben in ieder geval wel een shotgun, man. Dat is zeker blij. Daar ben ik zeker blij mee. Hier zit geen kist. Wel in de vrachtwagen, volgens mij, als ik het goed kan horen. Nee, oké, dan hiernaast. Je hoort die kisten echt soms van heel ver weg. Dat is echt geniaal. Oké, even zien. Geef me iets. Oké, nice. We hebben wat shields. Super dope. Jongens, ik wil trouwens even met jullie even iets over hebben. Weet je, we zijn toch in de video gelijk. Dus laten we maar gewoon gelijk daar ook even aankaarten. Ik wil even vertellen hoe en wat er afgelopen 2 weken is gebeurd. Waardoor ik een beetje inactief was geweest op YouTube. En wacht even. Jammer, als het een headshot was geweest had ik hem echt uitgelachen. Oeh, nice slurp. Wacht even. Ik ga denk ik eerst deze fight aan moeten gaan. Voordat ik een beetje kan praten. Oké, nice. Hij is vol aan het fighten. Weet je wat wij doen? Wij doen dit. Wij gooien het hele ding onder. Dan gaat hij sowieso dood. 100%. Juist. Juist. Ik kan het gewoon ruiken, jongen. Wat een gozer. Give me some shields. Oh my god. Kijk, die loot, gek. Perfect, ouwe. Hier nog zombies. Huppakeetje. Easy going, boys. En zo krijg je gratis fucking kills, ouwe. Dit is echt te simpel. Maar er zit volgens mij nog een guy verderop daar. Maar maakt niet uit. Die komt zo meteen wel aan de beurt. Even al die loot mee. Ja, pie, hoppakee. Ik zag hier nog een sniper liggen. Die is ook wel heel erg chill. Dank u wel. Let's go, man. Hey, let's get it. Dat was een easy eerste kill. Maar sowieso dat er nog iemand hier loopt in Retail. Want die zag ik als het goed is bij die huisjes een beetje landen. Dus daar gaan we nu heen. Maar de reden dus waarom ik een beetje afwezig ben geweest de afgelopen 2 dagen is omdat... school om de hoek kwam kijken. En dan bedoel je school van ja, wow, wat is dat zo lastig. Dat heb je wel, dat deed je vroeger ook, hè. Wat is het probleem? Het enige ding is sowieso een nieuwe klas, nieuwe rooster van alles. Je moest jezelf er helemaal weer aan omzetten. Om dat helemaal op een rijtje te kunnen zetten. Om dan daarnaast natuurlijk ook YouTube weer te gaan doen. Want ja, als je bijvoorbeeld een hele dag school hebt, kan je die dag niet opnemen. Dus zo zeg maar. Dus ik moet sowieso weer een nieuwe planning gaan maken van hoe en wat. En volgens een planningwerk is echt chill. Zeker voor alle YouTube-collega's die dat nog niet doen. Ik raad je het echt aan. Want ik zelf merk echt dat het echt niet werkt zonder. Maar daarnaast was het ook... ik doe nu zeg maar FAVO. Dat is zeg maar... HAVO doe ik. 2 vakken HAVO doe ik. En daarnaast ben ik vrij. Zeg maar, ik heb 2 dagen school op dit moment. Oh god, ik hoor een tech. Ik hoor een guy. Wacht even. Oh my god, ik kan niet bouwen. Wacht even, boys. Oh my god, wat irritant. Dit bedoel ik. Hoe kut Retail soms is. Oh, dat is een hit. Let's go, let's go. Oh, chill, let's get it. Oh my god, dat scheelde niks, boys. Holy shit. Dit bedoel ik, Retail is echt, soms echt een rukstad met die zombies. Bro, ik wist niet eens dat je daar niet door kon bouwen, man. Dat wist ik echt niet. What the fuck? Oké, dan weten we dat ook weer. Ook weer een ervaring rijker. Maar waar was ik gebleven? Oh ja, school. Dat houdt dus in dat ik nu wel gewoon weer een beetje weet waar ik aan toe ben. Ik deed dus eerst examenjaar HAVO. En dat is best wel moeilijk als je voor iemand die gelijk uit, zeg maar, van MAVO komt. Want ja, ik deed daarvoor eigenlijk MAVO. Ik heb natuurlijk ook nog even MBO gedaan, maar ja, dat is niet echt iets waar ik mee verder ging. Fuck, ik moet het heel even weer terugbrengen, zodat het even wat duidelijker wordt voor jullie. Ik deed dus, zeg maar, FAVO op examenniveau HAVO, zeg maar. Dat was te lastig, dus ik deed eigenlijk een week school voor niks. Maar het was heel zwaar en ik moest het toch proberen, weet je, om bij te benen. Dus dat was best wel een ding. Daarnaast was het natuurlijk ook weer even wennen om weer naar school te gaan, überhaupt.
Gewoon nieuwe klas, alles weet je wel, alles was gewoon even nieuw en ik moest er gewoon weer heel erg aan wennen. Dus sowieso een week van YouTube was al gewoon heel lastig voor mij om echt diet voor YouTube te strijden, aangezien ja, motivatie en ik was gewoon echt kapot van al die nieuwe indruk en bla bla bla, wat dan ook. Daarna sport ik natuurlijk ook gewoon om de dag en dat moet ik ook blijven doen, want ik merk gewoon dat dat echt gezond en goed voor me is. Dus ik moet daar gewoon door blijven gaan. Nu zit ik dus klas lager, dus HAVO 4 zeg maar. Dus niet het examenjaar, maar gewoon normaal HAVO natuurlijk. En dat is wat minder hoog tempo, dus daar heb ik wat meer tijd voor YouTube. Wat ik dus eigenlijk ook wil, dat moet gewoon. Want het is nu een halfjaartje dit en daarna stop ik voor een jaar met school. Dan ben ik 18, dan mag ik ook stoppen met school. Dat is nu het enige probleem wat nu gewoon speelt. Anders was ik al lang gestopt met school en dan denk je... Dylan, stop je dan helemaal met school? Nee, natuurlijk niet. Ik stop een jaartje met school sowieso om te checken van... Yo, waar YouTube kan stranden, weet je wel? Oh my god, heerlijke fucking snipe, ouwe. Holy clean as fuck. Maar ja, dat duurt dus nog een half jaar voordat ik dat mag doen. En dat is dus gewoon heel erg kut. Dus ik doe eigenlijk voor mijn gevoel school voor niks nu. En dat demotiveert je als mens zijnde. Als je elke week iets doet waar je gewoon niks aan hebt... is gewoon echt... Ja, vind ik gewoon heel moeilijk. Yo, daar mogen we wel even raak gaan. Oh my god. Het is druk hier, man. Holy shit. Oh my god. Let's go. Oh my god. GG. Holy shit. We gaan best wel lekker, man. Ik weet niet, ik vind die gouden tech denk ik misschien nog wat chiller dan een blauwe pump. Ik weet niet, ik kan er wel mee goed mee omgaan, zeg maar. Dus ai. Als ik mijn verhaal even af mag maken, voordat jullie allemaal natuurlijk vraagjes in de comments zetten. Mag het natuurlijk ook, als je iets nog steeds niet duidelijk is, omdat ja, ik gewoon echt slecht ben in uitleggen. Dat merk je wel, denk ik. Laat het gewoon even achter in de chat, want ik krijg echt vaak de vraag van... Yo, Dylan, hoe zit dat nou met school, weet je wel? Hoe en wat, zeg maar. Dat deed echt flut damage. Oké, het is hier echt fucking druk, ouwe. Als het even wat rustig is in het potje, jongens, zou ik wat meer even duidelijk uitleggen. Kut, ik kan hem net niet raken. Hier, wacht. Is het slim om te pushen? I don't know. Daar zitten sowieso twee guys te chappen. Kunnen we daar links ook? Oh, fuck. Huh? Ik wou schieten, maar dat lukte niet. Hij heeft totaal niet door van waar het komt. Wat een bot. Wat een bot. Als ik hem niet heb, kut, ik kan er niet 1, 2, 3 heen. Oh my god, als hij gekillstild wordt. Dat is niet lief. Dan word ik echt boos. Oh my god, hij wordt gekillstild of niet? Kom op, pak hem, Dylan. Godver, ik kan de kill niet krijgen. Hij heeft hem gepakt. Oh, wat een kutzooi, man. Dat was echt gewoon mijn kill. Klaar, ik had daar gewoon een stempel op gezet. Fucka met hem, jongen. Ja, even zien. Ik werd ook vandaar gesniped, maar ik zie daar niemand meer lopen. Nice. Oh my god. Waar is die guy dan? Ik werd daar vol net van gesniped, jongen. Dat is niet normaal. Nice, let's go. Ik ga het niet moeilijk doen, man. Ik spring gewoon helemaal onder die guy. Let's go. Waar zit deze gast dan? Oh, shit. Oké, fuck it. Even zien. Het is hier best wel druk, man. Ik moet heel even een goede plek even... Oh ja, zie je wel. Hij gooit gelijk die hele shit vol met die sterren. Dat is niet de bedoeling, vriend. Even ietsjes terug. Holy shit, hier kunnen echt veel mensen nog zitten. Oh, shit. Daar zit sowieso iemand. Juist. Dat had ik al verwacht. Oké, nou, ik ben weg. Goed, op tijd. Die kill heeft allemaal RPG's en echt de kut loot, zeg maar, om tegen te krijgen. Oké, daar zit ook een guy. Ik ga hem pushen. Ik weet niet of het slim is. Even zien. Ik heb bouncers, nice. Ik heb trap, 1 trap, nice. Oké, ik ga het gewoon proberen. Fuck it. We will see, man. Nice, 20 HP eraf. Dat is sowieso nice.
Oh my god. Die gouden shot die is zo sterk, hè. Echt. Je kan er volgens mij echt vol gewampen mee worden. Volgens mij pusht iemand anders ook. Ik dacht dat ik echt iemand hoorde launchpad. Oké, snel die guy looten hier. Oh my god, let's go. Chill, let's get it. Ik ben een beetje gefocust, want ik wil deze game even winnen. Daar is die guy dus die fucking pushte. Oké, deze guy is wel irritant, denk ik. Oké, hij zit achter die boom. Gaan we pushen? Is dat slim? I don't know. Holy shit. Waar zit die guy met de RPG? Oh my god, het is heel druk. Dacht ik niet, vriend. Kut, kan hij... Dank u. Heel even afstand hoor. Zo, drukke boel jongen daar. Even zien, wat gaan we doen? Hij is dood. Geen idee door wie. Oh my god, ik word ook weer gesniped van een fucking ver weg. Dat vind ik zo kut, hè. Mensen die gewoon niet eens echt direct in die fight zitten. Dat is zo irritant. Minis, alles, nice, medkit. Die ga ik even innemen. Let's get it. Okay, er zit volgens mij een guy op die berg daar te snipen. Dat vet irritante gast. Maar oké, ik heb hier genoeg minis. Oh, perfect. En hij zit wel weer goed qua AP, man. Oh my god, ik dacht even dat... Let's go. Even rustig aan doen hoor. Holy shit, dat was echt fucking close. Oh my god, die trap had mij gewoneshot, 100%. Holy shit, waar zit de gast? Die irritante kutsniper, waar zit die guy? Ik heb geen idee waar. Oké, chill, let's go. We hebben fucking veel ijzer, dat is echt fucking chill. Holy shit, die trap daar, die heb ik echt net op tijd gedodged, gek. Oké, nice, let's go. Heb sniper, dankjewel. Je weet, zit hier een grote pot in. Ik dacht dat er iemand op die berg zat steeds, maar... I don't know. Oké, geen grote pot, jammer. Oké, GG boys, 7 kills. Beter kunnen we daar nog even een team van maken. Het zal super relaxed zijn. Ik heb geen idee of er nog iemand achter mij zit. Ik heb wel echt zo'n vermoeden dat er nog iemand zit. Er ligt echt pleuris veel loot nog. Heb ik een launchpad? Ik ga er gewoon even kijken. Oh, dat was niet handig. Nee, ik denk dat ik hem toch hou. Ik hoorde ergens een schot. En dat was niet die van mij. Kut, daar ligt een RPG. Dus... Oké, daar. Oké, daar zijn er voor... Zie je wel. Ik heb de fucking irritante sniper gevonden. Dat was niet de enige sniper hoor, nog. Daar zit er een in dat steen, maar volgens mij... Yo, what the fuck, dat meen je niet. Helemaal daar, zie je wel. Ik wist het wel dat het van die kant kwam. 100% ouwe. Val jij maar even te pletter. Jammer. Holy, hij heeft het echt gesaved met de bouncer. Okay, hier was ook een fight gaande. Ja, ik denk dat we gewoon even in moeten boksen, man. Dat we gewoon even niet zo hectisch erop af moeten pushen. Gewoon even rustig tempootje als ze die winnen halen. Daar is even wat ik heel belangrijk vind. Hoppakee, even deze mooie boom hakken. Even zien hoor. Daar zit een guy. Daar zat een guy. Zit daar boven nog een gast aan? Ik denk het niet, want dat zit niet meer safe. Hier een guy, oké. Die gaat omhoog lopen. Ik denk dat die twee gaan vechten zo. Tenzij hij komt naar mijn kant toe. Even zien, die gast zit daar ook chill. Die gaan ook fighten. Ik denk dat ik hier gewoon heel even moet blijven zitten totdat hun gaan fighten, man. Ik heb geen idee. Wacht, kan ik hem snipen? Woehoe. Iemand gaat launchen. Er zit nog steeds iemand op mij te zien. Wat een fucking boef, jongen. Fucking hell, staat gewoon in die boom, hè. Besef. Holy shit. Ik werd weer vanaf daar beschoten. Ik snap er echt niet.
Oké, deze guy is echt irritant. Er moeten even meer mensen gaan mengen, man. Ik zit in mijn eentje tegen iemand te vechten. Daar heb ik geen zin in. Er moeten even meerdere mensen komen. Die guy is echt een rare aap. Oké, zo. Daar wordt ook iemand gevochten, I guess. What the fuck is dat? Nice, dit moet ik hebben. Gewoon een beetje die teamwork, zeg maar, in solo's. Dat is echt chill als iemand ook gewoon iemand gesandwiched hebt. We zitten allebei op deze guy te schieten. Dus als hij me nou even een beetje helpt. Shit, man. Dit is nog best wel een hectisch potje, zeg maar. Kijk, ik heb wel een chille plek. Ik heb ook een launchpad, dus we kunnen easy hier weg. Dat is super fijn. Ik stel even te denken of we er zonder kleerscheuren af kunnen komen. Die gast gaat launchpadden, dat zie ik nu al. Die guy zit nog safe. Fucking hell. Zit daar nog een guy? Daar ligt wel loot. Ik denk dat het van een kist is die daar ligt. Of stond, meestal. Fucking hell, man. Ik wil wel gaan pushen, maar ik weet niet of het slim is om te doen, zeg maar. Die gast gaat sowieso launchpadden. Deze guy zit echt te irriteren, man. Ik moet hem snipen misschien. Dat zou heel fijn zijn. Als hij nou die guy even op deze gast gaat schieten. Waar zit die gast trouwens? Oké, we moeten allemaal gaan launchpadden. Oké, wacht even totdat die gast gaat launchen. Die gaat dat nu doen. 3, 2, 1. Ik wil hem eigenlijk wegschieten. Zal ik het doen? Even de naaien uithangen. Ik weet niet of die gast al weg is. Kom op, kom op, kom op. Raak hem alsjeblieft. Mijn aim zit echt op, gast. Oh my god. Oké, dat lukt niet. Ik ga hierboven zitten, op deze berg. Waarom is die guy überhaupt daar weggegaan bij die berg? Dit is een fucking relaxed plek. Oké, lekker. We zitten echt chill. Die gast zit helemaal daarboven. Kan ik hem snipen misschien? Oké, nee. Waar gaat deze guy doen? Deze guy heeft een glider. Oh, ik dacht echt dat hij raak ging. Oh, dit zit helemaal vol met die dingen. Oh, daarom ging die weg. Ik moet even kijken, hoe gaan we dit doen? Dit zit echt helemaal vol met die fucking sterren. Die guys zijn wel echt lekker aan het fighten, prima. Deze, volgens mij was het een default skin. Is echt vet irritant, ik zweer het. Die guys volgens mij ook nog goed ook, dat is echt kut. Het is echt een beetje een boxfight nu, man. Iedereen is echt vol aan het bouwen hier, holy shit. Ah, man. Ik kan hem net niet dood krijgen. Oké, die guy wordt echt vol gepusht. Ik wil eigenlijk een beetje deze no-skinner uitschakelen, maar ik heb geen idee waar die zit nu. Oh, dit. Oké, daar wordt echt vol gevochten. Misschien moet ik wel een beetje gaan mengen. Fuck it, ik ga het doen. Hoppa. Let's go. Shit. Ik weet niet of dit helpt, maar ik heb fucking veel ammo, dus ik vind het helemaal prima. Hey, laat maar. Waar is die? Dan hebben we die Nola of die noodschoenen weer. Minis. Waar zit die grappenmaker? Oh, daarboven. Die andere guy helpt mij. Ik krijg hem echt niet dood. Oh, hij is fucking weak. Ah, kutzooi. Hij heeft hem. Alsjeblieft schiet het naar beneden. Okay, fuck it.
Oké. Huh? Let's go. Oh, GG. Woo! Heerlijk, Dylan. Heerlijk, man. Ik moet nog tegen één guy. Nog tegen... Oké, ik hoor hem. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, what the fuck? Ik wil hem eigenlijk proberen de safe zone in te impulsen. Dat zou echt ziek... Of te launch... Of bouncer padden. Wat een mooie werkwoord is dat. Waar zit die gast? Oh, hier zitten allemaal van die dingen nog. Wacht, ik ga ze laten ontploffen. Wacht even. Ho! Oh. Of ik ga hem noscopen. Of ik ga gewoon deze game winnen. I don't know. No scope. Oh, dat was een hit. Dat was een hit. Dat was een hit. Waar zit die gast? Wacht, als ik dat nu kapot schiet. Ha! Ik zou hem daarmee hebben. Dan ging ik echt kapot. Ik ga hem no scope. Fuck it. Oh my god. Hij zit hier onder mij, boys. Oh my god. Woe! Ik wil hem noscopen, boys. Kom omhoog, kom omhoog. Oh, die minigun is echt kut. Hij ziet mij niet eens. Kan hij alleen maar met die minigun schieten of niet? Ho. 360! Kut. Oké, laat maar. Ik denk niet dat ik hem meer kan krijgen. Let's go, maat. Easy going, bros. Oh, dit was heerlijk. Dit was echt fucking chill, ouwe. Holy shit. 9 kills, net niet die 10, maar wel even een heerlijk potje, jongen. GG, ouwe. Holy shit, jongen. Deze game was echt ziek spannend, jongen. Hopelijk vond je deze video leuk, jongens. Ik ga natuurlijk weer back zijn met veel video's voor jullie. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Vergeet zeker even op die fucking like-knop te rammen. We kunnen voor de 2000 likes gaan. Ik ben weer back, jongens. Dus ram allemaal voor die 2000 likes. En, jongens, vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En zeg ik tot de volgende keer. Later, mensen.